De hulpdiensten zijn zaterdag 21 april uitgerukt voor een eenzijdig ongeval op de Neerduist in Bunschoten-Spakenburg. Een meisje op een scooter is daardoor nog onbekende oorzaak met haar scooter tegen een slagboom gebotst. Vermoedelijk heeft het meisje door de laagstaande zon de slagboom niet gezien. Het meisje werd door het ambulancepersoneel behandeld.